Binnen het Suriname Agriculture Market Access Project, SAMAP, is vandaag een platform voor de bevordering van het exporteren van groenten en fruit geformaliseerd middels het verkiezen van het bestuur. In het platform zitten belanghebbenden uit deze sector. De nieuwe bundeling wordt ondersteund vanuit het ministerie van LVV, zegt Maiti Jagroep, onderdirecteur van het directoraat Landbouwonderzoek van LVV. Ik hoop dat deze platform niet alleen voor een jaar of twee jaar is, maar dat het een blijvend karakter heeft. En dat wij echt samen kunnen werken, want dat missen we al die jaren. Dus die echte samenwerking tussen de stakeholders missen we. Ik hoop dat het echt komt. In de toekomst gaat het niet alleen om fruit- en groenteplatformen, maar dan gaan we echt specifiek voor gewassen hebben. En ik hoop dat dat spoedig komt, dat we groeien en dat we een platform voor, laat me zo zeggen, ik zie mevrouw, ik ben de naam kwijt, maar van cacao, dat er een cacao platform komt, dat er een ananas platform komt, dat we zo onze productschappen zullen hebben. Jagroep zegt dat het ministerie de nodige ondersteuning zal bieden om de projecten te laten vlotten. Chief Technical Advisor van SAMAP, Erik Ceballos, stelt dat het platform heel kritisch moet zijn bij de uitvoer van projecten. More importantly, always look at your neighbor with a business mindset. Maybe next to you is sitting your next partner to expand your production, the quality of your production, your access to markets. That is, in essence, what the value chain platform is about. And that's why we need to be well organized and well represented. Ceballos zegt verder dat de opgezette platformen ervoor moeten zorgen dat de productie van gewassen in grotere hoeveelheden plaatsvindt, doordat de belanghebbenden van elkaar leren. Ze moeten in alles dat zij doen ervoor zorgen dat de agrarische sector verder tot bloei komt. Eerder werden binnen SAMAP al een cassave- en rijstplatform opgericht.